Goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Net als in Europa reageerde de Amerikaanse markt positief op berichten dat een klein deel van de Russische troepen een terugtrekkende beweging maakt. De Nasdaq sloot zelfs 2,5% hoger. De olieprijs gaf meteen terreinprijs terwijl de euro stabiel bleef liggen tegen de dollar. En in China stegen de producentenprijzen met 9,1% dat geen iets minder was dan een maand eerder. De inflatie bedroeg slechts 0,9 De Shanghai Composite trok 0,6 aan. De Nikkei en Kospi-index sloten 2 hoger. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen ook op een hogere opening. De Britse inflatie kwam uit op 5,5 procent. En dan de cijfers. Ahold de Les overtreft de verwachtingen met een omzet van ruim 20 miljard over het vierde kwartaal. Een dikke 60 daarvan wordt overigens behaald in de VS. Dankzij een betere marge van 4,2% bedroeg de operationele winst 838 miljoen. Het dividend wordt verhoogd naar 95 eurocent. En hoewel men tot 2025 een stevige groei verwacht, ziet men voor 2022 de groei wat afvlakken. En Heineken zag de volumes toenemen en wist de omzet over 2021 op te laten lopen naar bijna 22 miljard. Omzetgroei in Europa en de VS compenseren voor een sterkere dan verwachte daling in Azië. Netto bleef er 2 miljard over en men is positief over heel 2022, al zal de inflatie een uitdaging blijven. En Alfa zag ook een sterk laatste kwartaal en over heel 2021 steeg de omzet met 32%, waarbij vooral het onderdeel elektrisch laden een sterke groei liet zien. En mede dankzij hogere marges steeg de netto winst fors naar 22 miljoen en ook voor komend jaar verwacht men een omzetgroei van rond de 30%. En FOPAC eindigde een matig jaar met een redelijk slotkwartaal. Over heel 2021 steeg de omzet licht naar 315 miljoen en operationeel werd er 212 miljoen verdiend. Netto bleef daar 69 miljoen van over, een plusje van 27%. De dividend wordt 1,25 en men blijft inzetten op groeiprojecten... en verwacht daar in 2023 van te profiteren. Op de agenda vandaag detailhandels verkopen, industriële productie... bedrijfsvoorraden, olievoorraden uit de VS... en natuurlijk de notulen van de Federal Reserve Bank. Morgen laten onder andere Air France KLM en Nationale Nederlander de cijfers zien. Bij de analisten zet Jeffries Unilever op kopen koers 56... Deutsche Bank zet Adyen op kopen en JP Morgan zet Danone op kopen met een koersstoel van 75 euro. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.